Goed, we hebben hier voor ons een klavigord. En het lijkt me leuk om even te laten zien wat hoe dat nou eigenlijk werkt, zo'n instrument. We kennen natuurlijk allemaal de piano en het klavicimbel. Bij de piano worden de snaren door middel van hamers in trilling gebracht. Bij het klavicimbel gebeurt dat door tokkelen. Bij een klavigord gebeurt er iets heel anders. Ik zal het even hier laten zien aan de hand van deze vies. De achterkant van de toets gaat omhoog. Dus de voorkant van, als ik de toets indruk, dan gaat de achterkant omhoog uiteraard. Hier zit een balansbalk onder. En dan slaat dat kleine plaatje daar tegen de snaar. Het heet de tangent. Ja, en zo simpel is het eigenlijk. Ik zal even laten zien. Dit is dus een toets van een klavigord. Maar meteen ook de complete mechaniek. Een lang stuk hout. Hier met wat extra hier ivoor erop geplakt voor een mooi vingercontact. En dan hier dat tangentje. Hier zit nog een klein plaatje in om de toets op de juiste plek te houden aan de achterkant. Nou, en nu is het principe als volgt. Als ik nu de snaren zou tokkelen, dan horen we niks, omdat hier dempingsmateriaal doorheen gewoven is. Maar op het moment dat ik de tangent tegen de snaar breng, ontstaat er vanaf de tangent tot aan de brug een vrij klinkend snaargedeelte. Ik kan hem ook nog, nu zou ik hem ook kunnen tokkelen. Dat klonk niet zo heel mooi, nog een keer. En door het feit dat ik dus de energie in de snaar breng met de tangent, maar meteen de snaar ook vasthoud, ontstaat die zachte klank. Als ik hier de snaren zou tokkelen of zou hameren, zoals bij een tafelpiano, dan zou je een klank krijgen die eigenlijk vergelijkbaar is met een klavicimbel of een piano. Het ligt niet aan het formaat, maar het ligt echt aan dit aanslagprincipe.